Medewerkers van IgoPost. In december 1945 heeft er iets bijzonders plaatsgevonden. Martin Jonkers startte zijn bedrijf in relatiegeschenken. Beginnend vanuit zijn ouderlijk huis in Helmond, vertrok hij in 1947 naar zijn eerste eigen pand. Na 14 jaar kocht hij een woning in Mierlo met een aparte bedrijfsruimte. In 1972 verhuisde de onderneming naar haar eerste bedrijfspand in de Mortel, wat in de loop der jaren werd uitgebreid met een aparte drukkerij en later een magazijn. Terug in Helmond werd in 1992 een compleet nieuw pand gebouwd met alle faciliteiten onder één dak. Onze missie is dat wij geloven dat the experience of giving relaties bouwt en versterkt. Bedankt voor jullie bijdrage aan de IgoPost Story. Onze visie is dat wij als IgoPost wereldleider willen worden in het bouwen en versterken van relaties door die experience of giving mogelijk te maken voor iedereen. IgoPost, the experience of giving.